dat jullie er weer zijn bij deze nieuwe video. En vandaag heb ik wel iets heel erg bijzonders, want hier achter mij, daar stond de Cavia Flat. Stond. Ik heb de Cavia Flat afgebroken. Jullie hebben vast de post voorbij zien komen op de communitypagina, misschien op Instagram. En mensen waren nieuwsgierig van, oh nee, wat ben je aan het doen? Waarom breek je de flat af? En wat is er allemaal aan de hand? En ik zei ook van, dat zien jullie allemaal vrijdag in de video. Dus bij deze, in deze video, krijgen jullie te zien wat er toch allemaal is gebeurd met de Cavia Flat en de Cavia Ren. En waar zijn de cavia's nu gebleven? Veel plezier bij deze video. Zo, wat ben ik nu weer aan het doen? Ik ben bezig met vijverfolie leggen in deze kamer. Nee, ik ga hier geen vijver maken. Dat zou mooi zijn voor Cleo. Maar dit is nog de folie die ik had gebruikt voor buiten van de zomer. In het badje van Cleo. Ik ben er moe van. En daar koop ik wel een keer weer een nieuwe voor. Als je kan gewoon in het bad zwemmen en het groene ding. Dus daar heb ik dit niet voor nodig. Dat had ik meer gedaan, zodat het wat netter uitzag. Maar deze folie die leg je op de grond. Ik heb hieronder een van het laminaatspul gedaan onder vloer. Dus er zit nog een dunne vloerbedekking onder. Dit leg ik hier op. Ik ga het even netjes afwerken voor zover mogelijk met planken en plakband en zo, dat het er netjes uitziet. En dan wordt dit een cavia kamer. Hoe mooi is dat? En alleen de muizen blijven hierin staan. De andere dieren staan in de andere kamer. Dus ik ga hier een hele caviakamer van maken. Ik kwam op een gegeven moment op het idee om dit te doen, zodat de hele ren uit de kamer ging, want die moest ik toch aanpassen. En toen dacht ik van, wat is nou mooi als ze een hele kamer hebben. Dus vandaar. Zo wordt het dus een soort van bak. De afmetingen hiervan, zo even kijken. 1, 2, 3,5 meter bij 2,5 is het denk ik, bij 2. Zoiets, 2,20 is het geloof ik. Dus 3,5 bij 2,20. En dan hebben ze gewoon meer vloer op het vlak dan wat ze nu hebben. Dus ik ga er allemaal nog leuke dingetjes in maken. Het is even de bedoeling dat je een goede bak hebt. Voor het lekken natuurlijk. Dus ik ga even kijken hoe ik dat verder ga doen. En dan moet nog een anti-slip opkomen voor de kleedjes natuurlijk. Zo. Nou. Die randje is ongeveer 40 centimeter hoog. Hele ruimte. Daar moet ik dan nog planken maken zodat die verwarming erachter valt. En die kant ook. En hier maak ik ook wat langs, zodat deze gewoon kan blijven staan. De randjes er langs gemaakt. Zo kun je zien dat het al een hele grote bak wordt. Daar moet ik nog even een stukje van afzagen. Ik had deze rand nog. Die ga ik dus zo bevestigen. Dus ik ben even aan het kijken of ik daar even wat versteviging voor kan maken. Want die muur is keihard, dus daar kom je doorheen. Hier kan ik zo even een paar spijkertjes in of een paar schroefjes in draaien. En die kant ook. Dus en hier komt dan een soort huisje. Dan moet ik even vrij houden voor de verwarmingsbuizen erachter. Ja. Ik heb even uit een paar yogamatten wat stroken geknipt. Die plak ik hierop. Dan is het een beetje anti-slip, dan glijden de kleedjes niet weg. Je kunt natuurlijk ander materiaal gebruiken, maar ik heb dus gewoon spullen gepakt die ik in huis heb. Dus en daar maak ik wat van. Dus ik heb deze dingen nog, ik kan er wat van maken. Dat is ook nog anti-slip. Dus dat moet lukken zo. Ik heb het nu voorlopig even zo gedaan.
Dan ga ik even kijken wat ik verder nog met de rest van de flat kan doen. Daar heb ik de hooi onder gezet. Dus ik ga de eerste cavia's loslaten en dan ga ik die andere vangen. Nou, ik ben benieuwd. De laatste vier. Mooi. Muisjes erboven. Maarten is een cavia geworden. Ik ben de rennen en alles aan het afbreken. Dat is echt een heel gek gezicht. Ik heb wel een nieuwe cavia. Kijk. Sjoerd ligt erin. Ik ga nou helemaal niet naar boven. Dat lukt niet. Ik ben aan het denken wat ik ermee ga doen. Ja. Ik zo meteen meer woonkamer. Ik ben alles uit elkaar aan het halen. Dus ik ga even kijken of ik het in delen uit elkaar kan krijgen. Heel. Of het weer goed in elkaar kan zetten. En dan zie ik dat ik het naar boven kan krijgen. Ik ga nu even proberen of ik dat per onderdeel hier weer op kan bouwen. Dus ik heb hier even een rekje tussen gezet. Kunnen de cavia's even aan deze kant blijven. Dan kan ik erbij. Probeer of ik er nog wat van kan maken. So far, so good. We gaan de goede kant op. Ik hou het denk ik zo. En geen derde verdieping erop. Die derde verdieping zitten ze toch bijna niet op. En dan doe ik daar gewoon een plank bovenop. Okay. Plexiglas er nog voor. Zeil erin. Dat deel is ook klaar. Ik ben nu even bezig met een deur maken van gaas hiervoor, zodat ik gewoon er wel in kan kijken. Want anders sluit ik alles zo op en dan wordt het misschien van de zomer heel warm. Dus ik ben even een deur aan het creëren voor hier tussen. Dan ga ik even kijken of ik hier een balk in kan schroeven, want dit is ijzer. Ik ga even bedenken hoe ik dat vast kan maken. Het klinkt hier gewoon nu helemaal hol. Hallo! Zo kaal. Ja. Zo. Kijk eens. Deur gemaakt. Hier met een haakje gedaan. Ik heb een stripje op de grond gemaakt. Ik kan het hier achter schuiven. Dus hier loshalen. En dan kan ik er gewoon bij. En zoals je ziet, hebben ze het er nu al. Een troep van gemaakt. Ik lig al vol keutels.
Zo, ik ben nu even met de woonkamer bezig. Aan die kant komt een bank. Die heb ik gevonden op Marktplaats voor heel, heel weinig. Vaak op de weggeefhoeken. Die is gratis. Deze zijn gratis. Vaak op de weggeefhoeken en Marktplaats kun je heel goedkoop of voor niks dingen vinden. Er komt hier een bank. Die komt zo in deze vorm. Die komt hier te staan. Dus ik heb deze zo neergezet. Ik ben nu even bezig met de planken van het caviarverblijf om een televisiekastje te maken. Die moet daar komen. Dus ik moet dit even zagen. Heb ik even afgemeten. Ik ga daar even wat van proberen te maken. Televisie op. Maar opgeschoten, dus ik opgeruimd. Televisie ben ik mee bezig aansluiten. Dus morgenavond komt de bank. Daar zo. Ik moet alleen dit allemaal nog opruimen. Dit is dus echt een dikke puinhoop. Maar dat kan er niet, het is nu donker buiten. Dus morgen ga ik hiermee verder om dit allemaal op te ruimen. Nou, het past er allemaal in. Ja, die plexiglas wat ik op heb gehaald, dat hebben we dus niet nodig. Maar ik denk dat ik dat nog ga gebruiken of voor Cleo of voor een kast te maken. Nou, ik kan mijn fiets er hier vannacht bij in. Zo, dan zijn we alweer even verder. Zometeen komt de bank. Ik heb een poef gekregen. Deze, donkerblauwe. Hartstikke leuk. Pas mooi bij deze bank. De andere bank die komt dus zometeen hier. Zo. Ik heb deze stoelen nu over. Daar moet ik nog even iemand voor zien te vinden. Het zijn verder goede stoelen. Er zitten hier wat haaltjes aan. Dan moet ik eventjes eraf knippen, denk ik. Voor de rest zijn het goede stoelen. En anders dan bel ik de kringloop op of ze ze op willen komen halen. Wordt vervolgd zometeen de bank. Eerst even een hapje eten. Nou, de bank is binnen. That's it. Mooi, hè? Het is dus gewoon een slaapbank. Er zit hier een matras onder. En er zit een heel opbergvak in. Nou is het overdag, dan kun je dit beter zien. Ja. Dus ik ga nog even bij de kringloop kijken. En ik heb nog wat kussens, maar er zitten geen hoesen bij. Dus de kringloop die heeft nog wel eens wat liggen. Dus ik hoop dat ik daar nog wat hoesen vind. Want die leuning aan de achterkant is nogal hard. Even een kleine update, want ik heb namelijk dit hele stuk vinyl gekregen voor 10 euro van iemand hier in Zwolle. Het ziet er gewoon nog perfect uit en dit is ruw. Dus ik kan dit gewoon onder de kleedjes leggen. Dus ik ga sowieso alle kleedjes eruit halen, maar het moet toch schoon, de hele KVA verblijf. En dan ga ik dit er neerleggen. Oké, ik ben dus nu de kleedjes aan het uithalen. Dan ga ik hier zo meteen vinyl overheen gooien. En dit is alle poep die uit alle kleedjes komt van 2 dagen. Dit is echt enorm. Wat een berg. Dus we moeten nu eventjes hier allemaal wachten. Ja, alle 10. Totdat ik klaar ben hier. Ja, en daar mogen jullie er weer in. Zo, maar dit is echt fantastisch. Sorry voor het geluid van de wasmachine, maar... Kijk eens even. Gewoon hartstikke mooi vloertje eronder. En het is ruw. Mooi man. Daar moest ik wel wat stukjes neerleggen die kan, maar... Voor de rest precies. Past precies. Nice. Nou, gouden kleedjes erop leggen, dan kunnen ze er weer in.
De huisjes er nog allemaal op. Hooibak er nog in. Nou, ik heb alles ingericht. De trap weer open gedaan, dus dan kunnen we naar beneden. Ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Pak staat hier. Zien alle nageltjes even doen. Je wel lopen. Hoppakee. Ik gebruik daar deze voor. Dit is een hele stevige nagelknipper met een grote opening hier, zie je het? De meeste nagelknippers hebben een hele kleine opening. Maar dit is eigenlijk voor teennagels en dit is gewoon echt een heel sterk ding, heel scherp ook. Ja, hallo Elle. Ik ben al geweest, hè? En daar knip ik de nagels mee en dat werkt echt heel goed. Ik moet er nog één, dan heb ik ze allemaal gehad. Oh nee, twee, ik moet het er nog. Nog één te gaan. Je hebt ook mooie witte nagels. Wat was dat dan voor een geluid? Die lijkt wel een kikker. Lijkt wel een kikker. Ik heb ze allemaal al gehad. We zijn helemaal klaar. Ja, doei. Ja, en dat was de video alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties, wat je ervan vindt. Zouden jullie dat doen als je een kamer over hebt? Ga je die dan omtoveren tot een caviakamer of konijnenkamer? En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En nu natuurlijk, ik heb weer een gewone woonkamer. Ik kan hier weer gewoon zitten. Ik ga vandaag nog even naar de kringloop, even op zoek naar wat kussens lopen. Want de bank die heeft nog wel wat kussens nodig. Ik ben er verder heel erg blij mee. Ik heb weer een gewone zithoek. En ik ga nu eventjes boodschapjes doen en naar de kringloop. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Ik denk dat er van de week nog wel wat extra video's komen. En anders zie ik jullie graag terug aanstaande vrijdag weer om 4 uur. Bedankt voor het kijken en alvast een fijn weekend. Doei doei! Natalie.